Jongens, weer een nieuwe Gamersnet Gear en we gaan een headset behandelen. Jazeker. Namelijk de Rig 500HS Stereo Headset van Plantronics voor de PS4. En toen ik het hier aan het opzetten was hier in de studio, had ik de headset op de Master Chief gezet. En toen zei Daniel, dat kan echt niet. Dat gaan we niet doen. Het is een PlayStation 4 headset. Ja. En dat is het ook. Hij is gemaakt voor de PlayStation 4. Wordt gewoon via mini jack aangekoppeld in je PlayStation 4 controller. Maar ik heb hem eigenlijk alleen maar gebruikt op PC. Ja, want dat kan ook. Dat is dus het ding van headsets die speciaal voor de PlayStation wordt gemaakt. Wordt aangegeven dat het voor de PS4 is. En er wordt nergens op de doos aangegeven dat het voor de PC is. Maar we hebben al een keer een andere headset gedaan voor de PlayStation. Die kun je altijd gewoon op de PC. Ja. Maar wat jij bent heel tevreden. Maar ja, wat is mijn go-to headset geworden. Ja, iedereen weet. Voor unieke... Ja, het is helemaal niet uniek. Je denkt Plantronics. Ik ken de Plantronics nog niet. Wij doen natuurlijk vaak Turtle Beach dingen en zo. Plantronics van Plantronics. Ja. En we kregen een Plantronics headset. En toen dacht ik, ja, wat is dit? Hij ziet er ook een beetje, laten we eerlijk zijn, een beetje vreemder uit. En er is één trouwens heel groot nadeel, die komt er gelijk nu bij. Het grootste nadeel vind ik dat de draadjes aan elkaar vastzitten. Zo. Dat je echt zo jezelf kilt als je dat, zo afzet. Ja, dat is waar. Dat vind ik wel een nadeel. Maar verder, hij ziet er een beetje wonky uit, zoals Tom het zo mooi zegt. Ja, maar ik vind het wel een strak design of zo. Hij is super strak en super simpel. En het is, kijk, voor mijn streams gebruik ik de Trust Gaming headset die we hebben behandeld. Ja. Want die heeft heel goed audio. Maar op de audio komen we straks. Maar dit is mijn go-to headset als het gaat om mijn laptop. Deze neem ik altijd mee. Hij is niet groot, hij gaat altijd in mijn tas. En hij heeft fantastisch geluid en hij zit heel erg lekker. Ja, dat is echt zo. Ja, hij zit echt fantastisch. Hoor je mij dan nog? Ik hoor jou wel, want hij heeft geen actieve noise cancellation. Hij heeft passieve noise cancellation. Dus de noise cancellation die hij heeft, is alleen vanwege de schelpen. Ja. En, maar dat doet hij wel als je geluid afspeelt. Hij heeft iets meer bastonen dan hoogtonen, maar het klinkt ongelooflijk goed. En daar was ik echt heel erg over te spreken. Dat en ik gebruik hem op dagelijkse basis nog steeds. Ik mocht hem ook houden van Plantronics. Nice. Naar aanleiding dat ik dat zei, hè. Echt? Ik zeg, ik ben er zo tevreden ook weer om houden. Zei ze, nou, is goed. Dus ik ben gewoon op mijn PC altijd bezig, op mijn laptop, met deze PlayStation 4 headset. Het stellen is trouwens heel leuk. Weet je hoe je hem stelt? Nou. Wat? Ja! Hier heb je echt een groef. Ja, dat hoe vet is dat? Hij heeft zeg maar drie stelpunten. Ah, zo, ja. En dan klik je hem er gewoon weer in en dan heb je hem iets kleiner. Maar stel dat hij tussen de twee punten net nog niet goed zit. Dan heb je echt een probleem, want je hebt dus drie punten waar je hem kan stellen. Maar je hebt natuurlijk die band. En die band lijkt me wel heel erg relaxed. Ja. Dat lijkt me veel relaxer zitten dan zo'n harde... Is ook, die band voel je amper. En Tom heeft hem ook even opgehad. Die zei, volgens mij wordt dit wel heel warm. Dat klopt, want het is een stoffen schelp. Die wordt ook wat warmer, maar ik vind dat dus niet vervelend. Ik heb eerder discussie gehad met Tom. Toen zei hij ook, wat wordt het warm? Toen zei ik, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal geen last van. Die Trust Gaming headset die ik gebruik, die zegt ook heel veel mensen, zeggen van die wordt warm. Misschien heb ik wel gewoon heel graag warme oren. Ja, dat kan. Maar het punt is, ik denk dat stoffen wel comfortabeler zit. Hij ziet er sowieso al comfortabeler uit. Hij zit heerlijk. Ik denk dat het echt een headset gemaakt is voor... Ja, lang game op PlayStation natuurlijk altijd, maar moet je natuurlijk duurt wel... Maakt geld maar weer over, Sony. Echt, hè? Hoppa. Dan komen we op de audio. Het grote nadeel van het apparaat. Ik stream ook met de Trust gaming headset ook de audio. De audio daarvan is zo goed dat ik daar gewoon mee kan streamen. Dat is hier niet het geval. Hoezo? Jij zegt dat juist de audio heel erg goed is bij jou. Nee, de audio die erin komt, maar niet je stem. De audio nee, die eruit precies. Gaat. De microfoon. Wat wel leuk is, als je hem dicht doet, dan mute hij. Dus dan is hij direct gemute. En als je hem open doet, dan doet hij het. We hebben een functie. Ja, absoluut. We hebben een audiotest opgenomen. Dan hoor je een beetje welk kaliber audio we over praten. Komt-ie. Hallo, ik ben God. Nee, een grapje. Jezus is goed. Maar dit is de audiotest van de Rig 500HS. En zoals je hoort, noise cancellation. Vet! Nou, je hoort het. Hij heeft noise cancellation. Ja. Oftewel, hij mute ook jezelf direct als je niet praat. Wat echt heel fijn is als je zeg maar kleine broertjes hebt of schreeuwende moeders. Of irritante huisgenoten. Dan als je niet praat, wordt hij gelijk gemute. Maar je hoort aan de kwaliteit. Ik vind het heel blikkerig. Okay. En dat is prima voor gamen op je PlayStation. Een beetje tegen elkaar schelden als je Call of Duty aan het spelen bent. Maar dat is natuurlijk niet als je echt wil streamen. Of echt wil capturen, dan is dat dus absoluut, daar moet je niet voor gebruiken. Dat moet je gewoon niet doen. Nee. De audio is daar gewoon, de uitgaande audio is daarvan te beperkt. Dus de microfoon is gemiddeld, het klinkt blikkerig. Maar ja, goed, verder de audio vanuit
aan de oren. Iets meer bas, zei je al. Ja, maar prima maar wat, audio. Waarom zou ik deze bijvoorbeeld moeten kopen? Omdat hij heel goedkoop is ook. Maar wat is nou ja, wat is goedkoop? Hij is niet heel goedkoop. Kijk, de adviesprijs is €80, maar daar is het niet meer voor te krijgen. Okay. Hij staat overal online voor €60 tegenwoordig. Kijk. En €60 vind ik echt serieus voor dit apparaat een hele mooie prijs. Want hij is licht, ik vind hem stijlvol. Hij is out of the box, dat vind ik ook zo leuk. Hij ziet er niet uit zoals alle headsets. Oeh, het is een hipster, ja. Headset. Nee, misschien wel. Ja. Hij zou je goed staan, ja, mooi. Denk ik. En hij is nu bijna over, heb ik gezien, is hij €60. Ik heb bij Coolblue gekeken, bij Bonzo, nou, die site. Zitten er nog wat extra functies op? Nee. Nou, het is gewoon echt... Dit is het. Hij moet het gewoon hebben van het geluid. Minimalistische hipster headset. Nee, het is geen hipster headset. Het is gewoon een goede headset. Ja. Gewoon klaar. En als je van PlayStation houdt, er zit natuurlijk ook PlayStation branding op. Hè. In de schelp staat PlayStation. Dat zul je echt nauwelijks zien, maar het is wel... Nee, dat is gewoon... Nee, maar daarom is het saillant. Het is niet... Klopt. Het schild geen... Kijk ons dit, kijk ons dat. Nee, het is gewoon PlayStation zijn. Ja, en dat is ook de conclusie van deze headset. Hij is fantastisch qua geluid, is iets minder qua microfoon, maar overal geeft hij mij een geweldige ervaring. Helemaal mooi.